De treffers tegen AAC is een wedstrijd dat bol staat van veel en mooie doelpunten. De Amsterdammers krijgen na 4 minuten de eerste kans van de wedstrijd en komen op de voorsprong via Matthijs Jessen. Diepe bal van achteruit is van Tim Lindhorst. En Jessen maakt dat uitstekend af en de vroege voorsprong dus voor de bezoekers. Dan een kwart wedstrijd, vrije trap voor de treffers. Wordt uiteindelijk van dichtbij binnengewerkt door Ruben van Strien. Vrije trap was van Teun Heijmans. De treffers, dat nog zonder zeker is dit seizoen, komt na 22 minuten op gelijke hoogte. Dan beelden uit de tweede helft. AFC in de aanval. Hier is wat ruimte voor Klaver en die haalt geweldig uit. Fantastische treffer van de verdediger Cody Klaver. Die AFC vlak na rust op een 2-1 voorsprong zet. Geweldige trap van Klaver en de voorsprong voor AFC. Een paar minuten later, afgeslagen vrije trap, landt voor de voeten van Milan Eliassar. En hij schiet met een geweldige streep Amsterdam op een 3-1 voorsprong in Groesbeek. Wederom een fantastische treffer van AFC. Deze keer dus van Milan Eliassar. Geen enkele kans daar voor doelman Walbeek van de treffers. Thuisploeg doet na 68 minuten wel wat terug. Deze voorzet wordt niet lekker weggehaald. Dan valt de bal voor de voeten van Tim Waterenk. En is daar de aansluitingstreffer voor de treffers. De bal daar wel van de lijn gehaald, maar dan valt die Pardoes voor de voeten van Waterenk. Die maakt dan dus heel simpel de 2-3. Even later wederom een prachtige treffer van AFC. Deze vrije trap van Tim Lintels zit er schitterend in. De ene goal nog mooier dan de andere bij de Amsterdamse ploeg vandaag. 6 treffers al, maar daar houdt het ook niet bij op. 80ste minuut loopt inmiddels en hier de 3-4 van de treffers. Wederom is het Tim Waterenk die scoort voor de ploeg van Utrechtse. AFC wint deze wedstrijd uiteindelijk met 3-5. Maar door technische problemen is die laatste treffer helaas niet op beeld. Een doelpuntrijke middag dus in Groesbeek.